Ga ik er weg? Hoe is het? Ja, uitstekend. Met jou ook? Ja, lekker. We staan hier al 55 jaar en... Dat moet je nagaan. Ja. Ik had zoiets van, waarom zou ik mij eigenlijk niet aansluiten bij de VOM? Ze doen heel veel voor de stad en op zaterdag door de week op donderdag en zaterdag profiteer ik daarvan. Dus ik vind dat moet ik daar ook wat aan bijdragen. Ja, en jij zegt, je hebt Dekker en zoon en jij bent zoon, toch? Ik ben alweer de derde generatie. In 55 jaar terug is jouw opa begonnen? Opa is begonnen. En daarna is pa in de zaak gekomen en opa is er nu 2 jaar uit volgens mij. En toen ben ik er eigenlijk in gekomen. Ik ben eerst gewoon als medewerker begonnen. Want hoe oud ben jij? 26. En je opa is inmiddels bejaard met pensioen in de kamer? Ja, klopt. Of bemoeit hij zich nog wel eens met de Ja, hij komt nog altijd, elke week komt hij nog even kijken. Ja? Gewoon even, als ik advies nodig heb, vraag ik het aan opa. Dus, Ja, en hoe is dat dan? Want kijk, als je nu kijkt, jullie hebben echt, dit is de zaterdagmarkt, het is toch echt een grote tent. Ja, klopt. Maar vroeger was het gewoon blauwe doeken en standaard krammen, jullie hebben nu ook kleurrijke... Ja, klopt. Ben jij aan het moderniseren? Ja. Ik ben inderdaad aan het moderniseren. En dat komt mede gewoon, het ziet er veel aantrekkelijker uit voor een klant om naar binnen te stappen. Ja. En ook zeker in de zomer voor toeristen, die stappen gewoon veel makkelijker naar binnen. Je hebt met zelfbediening heb je een minder taalbarrière. Ja. Waardoor een Duitser ook veel minder hoeft te vragen. Ja, want dus alle mensen pakken in principe nu alles zelf. Ja, klopt. En ze rekenen gewoon af bij de kassa. Ja, ze rekenen alleen af bij de ananas was klaargemaakt, zag ik net buiten. Ja, klopt. Die doen we buiten snijden. Staat hij de hele dag buiten? Nee. Hij komt af en toe naar binnen. Ja. Het is toch best wel koud natuurlijk nu. En staan jullie dan als bedrijf bij het Wolfers eigenlijk op veel Zeeuwse markten of allemaal? Nee, alleen op donderdag en zaterdag in Middelburg. En voor de rest hebben wij 3 rijdende winkels nog. Op maandag... rijden wij in Zierikzee en Nieuwe Tongen, Scharendijken. Okay, dan zitten we allemaal op Schouwen. En op dinsdag ook. En op woensdag ook. Maar jullie staan bijvoorbeeld niet in Goes of in Vlissingen op de markt? Nee, daar hebben we geen daar kregen we geen paspoort voor. Oké, okay. Dus, dankjewel. Ja, alsjeblieft even. Hoe lang werk jij al bij Dekker? Net een jaartje ongeveer. Duurzaam gespruit. 25 cent. Dankjewel. Fijne dag, tot ziens.